Joris Kemst, de bibliotheek hier in Almelo is genomineerd tot beste bibliotheek van Nederland. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, dat is wel een apart verhaal, want wij hadden onszelf niet aangemeld voor deze verkiezing. En de jury heeft zelf besloten om ons te nomineren, dus daar zijn we enorm vereerd mee. En dat komt waarschijnlijk omdat wij enorm ons best doen om voor Almelo de beste bibliotheek te zijn. Doen we het gewoon denk ik heel goed. Ja, want waarom denk je dat jullie genomineerd zijn? Wat is er nou zo bijzonder aan een bibliotheek in Almelo? Nou, we hebben hier in Almelo wel een enorme doorontwikkeling gemaakt tot een maatschappelijke en educatieve bibliotheek. Dus dat betekent dat we inmiddels op bijna alle basisscholen in Almelo een bibliotheek op schoolvestiging hebben. Dat er enorm veel activiteiten georganiseerd worden. We hebben een breed aanbod aan cursussen, aan workshops, van jong tot oud. We hebben het taalpunt hier in de bibliotheek, waar mensen ondersteuning kunnen krijgen in hun taalontwikkeling om te voorkomen dat ze laaggeletterd worden. Of als ze laaggeletterd zijn, dat ze zich verder kunnen ontwikkelen om beter te kunnen lezen en schrijven. En ook te begrijpen wat daar gebeurt. We hebben natuurlijk het Almelo voor elkaar hier in de bibliotheek. Dus ja, we zijn eigenlijk een beetje een centrum voor allerlei activiteiten die te maken hebben met ontwikkeling, inspiratie en ontmoeting. En dat was de jury die hierover gaat niet ontgaan, dus... Nee, en daar zijn wij heel blij mee. Omdat we onszelf niet aangemeld hadden, is het wel heel bijzonder dat het een jury zo opgevallen is en besloten heeft van nou, jullie behoren toch dit jaar tot de beste 5 bibliotheken van Nederland. En daarom zijn we in dat lijstje gekomen. En ja, hoe kunnen mensen nog steeds stemmen? Want tot hoe lang kan dat? Nou, tot en met aankomende zondagavond 23:59 kan er gestemd worden. En dat kan via bibliotheekblad.nl/stem. Maar je kunt ook via onze eigen website www.bibliotheekalmelo.nl. Heb je een doorlink naar die website en daar kun je dan op ons stemmen. Daar staan ook filmpjes van alle genomineerde bibliotheken met ook een heel leuk filmpje van ons. Waarin wij ook ons presenteren als bibliotheek in Almelo. En daar kun je ook op ons stemmen. Dat moet vast wel lukken. En ja, wat gaan jullie doen als jullie het geworden zijn? Hebben je daar al over nagedacht? Dan gaan we een feestje vieren met z'n allen natuurlijk. En hoe we dat precies gaan doen, dat weet ik nog niet. Dat laten we toch even van het moment afhangen. Maar 1 november is de bekendmaking en prijsuitreiking in Zoetermeer bij NBD Biblion. En daar gaan we naartoe met een aantal mensen. En dan is het afwachten van wie het gaat worden. Ik hoop dat het jullie worden en heel veel succes ermee. Dankjewel.